Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is lekker vroeg, althans. Het is 8 uur. Althans is het nu 11 over 8. Ik ga naar stal. Ik ben eigenlijk gewoon super duper 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 zenuwachtig. Ik heb toch een beetje pijn van in mijn buik. Ik ben er zelfs gewoon een beetje misselijk van. Zelfs mijn koffie vanmorgen smaakt niet. Tot zo. Goedemorgen. En welkom bij weer een nieuwe dag. Hoi, gaan jullie lekker mee naar buiten? Wat gaan we doen vandaag? Ik ben een beetje zenuwachtig. Ik shake ook een heel klein beetje. Ik weet dat ik daarvan af moet, want het komt niet ten goede. Maar ik ga vandaag voor het eerst met Atos ergens anders rijden. En ik vind dat best wel heel, heel, heel erg spannend. Als wij hebben veel paarden, we hebben veel jonge paarden. En Daan, mijn zusje Daan, die rijdt altijd de jonge paarden. En als ze ergens anders gereden worden, dan rijdt Daan ze ook altijd eerst een paar keer. En dan gaat het goed of niet goed. En als het niet goed gaat, blijft Daan dat doen. En als het goed gaat, blijft Daan het ook doen. Totdat ik zeg, nou, ik zou ook wel een keertje durven. Nu is het zo dat Daan corona heeft gehad. Dat zij heel erg last heeft van de naweeën van corona. Dus ik heb Atos overgenomen. Atos is een 4-jarige Friese hengst. En die is hier nu 6 maanden. En dat gaat hier hartstikke goed. En ik kan ook heel fijn met hem rijden. Ik durf zelfs met hem naar buiten. Ik durf hem in de buitenbak te rijden. Ik durf met hem over balkjes te rijden. Ik durf eigenlijk alles met hem. Maar we gaan nu ergens anders op les. Dus we gaan in de trailer zetten. En dan naar de les toe. En dan ga ik daar rijden. Als het nou een locatie zou zijn waar verder eigenlijk niet zoveel is, dan zou ik dat misschien minder spannend vinden. Maar daar is ook de dierenkliniek. Dus het kan zomaar zijn dat ze een paard aan het keuren zijn. Dus dat ze daarmee over de weg straat aan het draven zijn. Ze hebben daar ook een dekstation. Dus er staan daar meerdere hengsten. Dus mijn angst is een beetje dat hij begint te gillen. En dat ik, nou, ik zie mezelf eigenlijk al een soort over de weg weer teruggaan naar huis. Als we ergens anders gaan rijden, dan zorgen we altijd dat de paarden er piekfijn uitzien. Niet dat als we thuis rijden dat ze dan erbij lopen als slonzen. Maar als we ergens anders gaan rijden, dan doen we altijd even net dat extra. Dus ik zorg echt dat ze hoofd mooi in de babyolie zit. Dat hij mooie bandages om heeft, die mooi dekje om heeft. Dat mijn spullen gepoetst zijn, dat alles er piekfijn uitziet. En dat heb ik allemaal gedaan. Alles is klaar. Atos staat onder zijn therapiedeken. Omdat ik daarmee hoop de spanning die hij niet heeft, ik wel ervaar, weg te bonjouren. Wat is nu belangrijk zometeen? Dat alles klaar is. Dus als de mogelijkheid er is, als je niet te lang hoeft te rijden, zorg dat je paard alles om heeft wat hij daar nodig heeft. Vind je dat spannend of kan dat niet? Dan is het handig om dat in de wagen of in de trailer op de andere locatie te doen. De les voor ons is echt 2 minuten rijden. Dus wij zorgen dat ze bandages, slash beschermers, wat je om hebt, aan heeft. Dat ze een zadel op is. Ik neem zijn hoofdstel mee en die doe ik dan dadelijk in de trailer om. Ik ga daar zometeen dan niet gelijk erop. Ik ga hem eerst longeren, kijken hoe die is. En als ik vind dat die genoeg, de spanning genoeg afgevloeid is, dan ga ik erop. Daan, mijn steun en toeverlaat. Die is alvast bezig om hem klaar te maken. Ik ga mijn eigen spulletjes in de trailer leggen en dan kunnen we zo gaan. Kom hier, jongen. Braaf. Meid, hoe gaat het met je? Medium. Medium. Oké. Okay. Nou, okay. Ga jij je gemiddelde extra paard uit je medium trainer halen? Ik zorg dat ik zelf helemaal klaar ben. Dus ik heb mijn cap op. Ik heb mijn laars aan. Ik heb een sportje aan. En dan doen we zijn hoofdstel in. Doe ik mijn handschoen aan. Welkom in de Sweet Life of a Stallion. Ja, superleuk. Hoofdstelletje in, mozeelandje eraan. Yes, ja, kom maar. Ja, dood je maar achteruit. Kom maar. Neem je meteen met de paddock in, hup, en naar de paddock. Zeker, niet je ertoe laten verleiden om been te geven.
bij deze moet je een beetje de achterhand goed begrepen. Dit. Voel je dit? Mooi. Dan even een beetje omhoog op te vangen. Dan heb je achterbenen. Dan neemt hij het nog niet mee. Mooi. Een keer afwenden bij A, een stukje wijken. Of bij C, of halverwege, of bij R. Maakt me allemaal niet uit. Het gaat meer om het principe. Let op. Schouders naar buiten. Schouders naar buiten. Beide schouders naar buiten. Goed zo. Draaien. Omhoog op je buitenteugel. En wijken maar op je buitenteugel. Kom op je buitenteugel. Doe je zo meteen nog een keer. Meer. Als je bent, moeten die schouders al een beetje naar rechts. Kom maar. Schouders naar rechts. Schouders naar rechts. En neem hem nu mee aan je buitenschouder. Goed zo. Nou, bevindt hij een beetje moeilijk? Hij knikt er een beetje van af. Dus je moet op je buitenteugel zorgen dat je dan een ophoudertje maakt. Niet te veel door links. Buitenteugel. Dit. Voel je? Ja. Overgangstap. Belonen. Super. Zien jullie mij? Ik leef nog. Ik leef nog en het was hartstikke leuk en het ging ook echt hartstikke goed. Ja, het is toch altijd even spannend. Gelukkig werden er geen paarden gekeurd en waren de paarden, de hengsten die hier stonden, die waren rustig. Die beginnen er nu een beetje achter te komen dat hij er is. Maar eigenlijk tijdens de les gaf hij maar één keer een brul. Ja, hij was gewoon echt super lief. Hij heeft ook geen één keer gevoeld dat ik dacht, nou, misschien... ik voelde gewoon geen één keer onveilig. Ik laat beschermers alles eventjes om. En ik zet hem met hoofdstel nu in de trailer. In de trailer wissel ik het hoofdstel voor het halster. Dan brengt mama hem even naar huis. Want we zitten hier natuurlijk toch maar 2 minuten vandaan. En dan verzorgen we hem thuis verder af. Dus komt u maar, Atos. Voor. Nou, tot straks.